In Deventer hebben we anno 2011 8 wijkwinkels. In het centrum van Deventer, in Boomschaten, Keizerslande, Rivierenwijk, Schalkhaar, Okkerbroek, Lettelen en Badmen. Deze wijkwinkels bieden samen met maatschappelijke organisaties informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Van het aanpassen tot je woning tot mantelzorg en van vrijwilligerswerk tot huishoudelijke hulp. De wijkwinkel is er voor mensen die in het aanbod aan vele organisaties niet meer weten waar ze terecht moeten en kunnen hiervoor naar de wijkwinkel. In iedere wijkwinkel staat een kast met folders. Deze folders zijn afgestemd op de buurt of het dorp. In de wijkwinkel van Lettelen ligt bijvoorbeeld informatie over het vrijwilligersknooppunt Lettelen, waar in de Rivierenwijk weer vertaalde folders naar het Turks te vinden zijn. Op deze manier biedt de wijkwinkel gerichte informatie voor wijk- en dorpsbewoners. Tevens liggen er de belangrijkste gemeentelijke aanvraagformulieren. Van de verschillende partnerorganisaties van de wijkwinkel ligt er informatie. Voor meer achtergrond is de sociale kaart van wijkwinkeldeventer.nl te gebruiken. Een medewerker van de wijkwinkel helpt u er graag mee. In elke aflevering van Wijkwinkel TV behandelen we één veelgestelde vraag. De vraag van deze week komt deze keer van Ed Rump. Mijn naam is Ed Rump en mijn vrouw heeft een vrij ernstig ongeluk gehad. En ik kan haar op dit moment niet voldoende zelf helpen en ik zoek op korte termijn hulp, zodat ik wat ontlast word. In Wijkwinkel Badmen zit Inge. Zij kan Ed een goed passend advies geven. Ik begrijp uit het verhaal van u, meneer, dat uw vrouw persoonlijk en huishoudelijke hulp nodig heeft, gezien de situatie. Voor structurele hulp kunt u voor huishoudelijke hulp terecht bij de gemeente door het invullen van WMO-formulieren. En voor persoonlijke hulp kunt u terecht bij het CIZ. En heeft u advies nodig bij het invullen van al deze formulieren? Dan kunt u terecht bij Focus, dus ouderenadviseurs. En omdat het in het weekend gebeurd is, kunt u voor de eerste hulpontvang terecht bij het Badmens Contactteam. Bij het Badmens Contactteam, de organisatie die Inge net adviseerde aan de heer Rump, gaan wij een kijkje nemen. Net zoals bij het vrijwilligersknooppunt Lettelen, die dezelfde incidentele ondersteuning biedt, alleen dan voor Lettelen. En we bezoeken de ouderenadviseur van Focus. Voor de eerste incidentele hulp kan de heer Rump het beste contact opnemen met het Badmens Contactteam. Deze vrijwilligersorganisatie is te omschrijven als georganiseerde burenhulp. Opgezet voor hulpbehoevenden die even geen hulp kunnen krijgen van familie of buren en officiële instanties. Mieneke Jansen van het Badmens Contactteam bezocht de heer Rump direct na zijn bezoek aan de wijkwinkel. Is dat niet moeilijk voor u als u bijvoorbeeld in zo'n thuissituatie komt van iemand die zijn schouder heeft verbrijzeld? Dat is moeilijk, maar het is op te lossen. Dat was toevallig in het weekend en dan is het een beetje moeilijk om direct hulp te krijgen. Maar je kan dan wel eventjes hulp bieden door iets te kijken in je boek of gewoon iemand die het in haar hoofd heeft en zegt van we gaan er even naartoe, we nemen even de situatie op en proberen een paar dagen hulp te bieden en dan naar de officiële instanties. Of het nu gaat om hulp bij de boodschappen, een klusje in het huis, een ritje naar het ziekenhuis, administratie of samen een wandeling maken, het Badmens Contactteam biedt veelzijdige hulp. Soms is een babbeltje of is een telefoontje al genoeg, maar even rechtstreeks bij elkaar zitten is een goed idee. Lettelen heeft ook een groep vrijwilligers. Hier heet het alleen niet het Badmens Contactteam, maar het vrijwilligersknooppunt Lettelen. Ook zij hebben tientallen vrijwilligers paraat staan en kunnen de heer Rump met dezelfde klusjes verder helpen. Toch merkt Maria Aarnink, coördinator van de vrijwilligersknooppunt Lettelen, dat het nog een hele stap is voor mensen om aanspraak te doen op de hulp. Zeker de oudere mensen hebben toch wel zoiets van, dat moet de familie toch wel kunnen doen of de buren of zo. Want je hoort er wel eens een keer van mensen die bijvoorbeeld ergens naartoe hadden gewild s'avonds. Daar sprak ik laatst ook een mevrouw, die was ergens naartoe geweest, had een feest gehad. En die ging s'avonds om 22:30 alweer terug. Want ze had anders niemand die haar naar huis kon brengen. Toen zei ik van, waarom heb je ons dan niet gebeld? Ja, maar s'avonds om 12:00 bel ik jullie niet meer. Ik zei, nee, maar als je er van tevoren overlegt. Wij hebben genoeg vrijwilligers, vooral mannen, die zeggen van, dat soort dingen kunnen wij s'avonds wel doen gewoon. Net als bij het Badmens Contactteam ligt de hulp nadrukkelijk op incidentele hulp. Kleine, korte of soms eenmalige bijdragen. Vrijwilligersorganisaties lopen niet in het vaarwater van de officiële instanties.
Wij doen ook geen lichamelijke verzorging bij mensen. Als mensen zeggen, we hebben ook wel eens mensen die bijvoorbeeld iemand ziek is en dat de familie vraagt van zouden jullie een paar uur bij ons kunnen komen. Dat als ontlasting van zeg maar degene die er altijd thuis is, nou dat is prima. Maar dan doen wij dus puur als gezelschap. Wij gaan dus niet met mensen naar het toilet, we gaan ze niet verschonen of dat soort dingen. Wij geven niks, geen lichamelijke verzorging. De contactgegevens van het Bottoms contactteam. www.bottomscontactteam.nl. Hier staat onder andere op welke tijden zij op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag spreekuur houden in de wijkwinkel van Badmen. Uiteraard staan hier ook het telefoonnummer en mailadres op. Voor het vrijwilligersknooppunt Letteren kijk op www.letteren.nl/vrijwilligersknooppunt. In tegenstelling tot het Badmens contactteam zijn zij alleen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-20-15-35-81. Een andere organisatie die Inge Landsmeer van de wijkwinkel De Heer Rump adviseert om contact mee op te nemen is Focus. Bij Focus werken namelijk oudere adviseurs die door middel van informatie, advies of begeleiding ondersteuning bieden over regelingen, voorzieningen en mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De oudere adviseur gaat daarbij uit van de wens en mogelijkheden van de ouderen zelf. Ook Focus kan meneer Rump verder helpen. Wij zullen natuurlijk, als meneer dan op een spreekuur komt, zullen wij meneer nog enkele aanvullende vragen stellen. Vervolgens neem ik aan dat het zaak is dat als hij zorg kan krijgen, dat we dat zo snel mogelijk inzetten. Dus zal ik contact opnemen met de gemeente, want daar vraag je huishoudelijke hulp aan. Kijken of er verder nog hulp nodig is. En zorgen dat meneer zo snel mogelijk geholpen is en dat hij niet meer het gevoel heeft dat hij er helemaal alleen voor staat. Naast de spreekuren gaat de oudere adviseur ook thuis langs. Je vindt Focus en haar oudere adviseurs op telefoonnummer 0570 611247. Ook zij houden spreekuur in de wijkwinkel. Kijk hiervoor op www.wijkwinkeldeventer.nl. In deze aflevering van Wijkwinkel TV stelde Ed Rump de vraag van de week over hulp in huis door derden. Hij kreeg hierop advies van wijkwinkelmedewerker Inge. En wij namen u mee naar burenhulporganisaties, vrijwilligersknooppunt Letteren en het Bottoms contactteam voor incidentele hulp. En spraken oudere adviseur Marijke van Focus over de manier waarop zij de heer Rump verder kan helpen met structurelere hulp. De volgende keer komt de vraag van de week van Marjan Gildemeester. Mijn naam is Marjan Gildemeester. Wij zijn ouders van een dochter en met een verstandelijke beperking. En die verstandelijke beperking uit zich in autistisch vorm gedrag. Ze is inmiddels 30, maar als ik even in de tijd terugga, 10 jaar geleden, dan ben je zelf zo van, uiteindelijk zullen wij er een keer niet meer zijn en dan moet zij toch een plekje hebben. En wie kan ons daarbij helpen? Alle antwoorden en advies volgende keer in Wijkwinkel TV.